Het uitvinden van een eeuwig koekje. Leviteren en orbs uit een heldere vlam halen. Je staat op het punt deze ongelofelijke trucs te zien en in de videocompilatie van vandaag. Waarom jeukt mijn oor zo? Het is waarschijnlijk omdat het weer verandert. Wacht, wat is dit? Er zit een elastiekje in je oor. En waar is het andere eind van het elastiekje? Het is waarschijnlijk ergens rond mijn bovenlip blijven hangen. Voor deze truc heb je een gewoon elastiekje en wat fantasie nodig. Knip het elastiekje door en maak een knoop aan het uiteinde. Leg de knoop in de schelp van het oor. Wikkel de vrije rand en verberg deze naast de knoop. Trek aan het bandje en verras je vrienden met je kunsten. Laten we het geheim van een magische magnetisme en ongelofelijke aantrekkingskracht onthullen. Lepels blijven gewoon aan je lichaam kleven. Wat denk je dat hier het geheim is? Dat klopt. Het draait allemaal om de magnetische kracht van je roze shirt. Bevestig met een stukje plakband de magneten vanaf de binnenkant. Trek het shirt aan en maak alle knoopjes vast. De lepel wordt aangetrokken door de magneet en houdt vast alsof hij vastgelijmd is. Maar de goochelaar besloot de kracht van de magie niet te beperken tot één lepel. Deze keer trekt een volle fles Fanta tot aan de palm van je hand. De zwaartekracht van de aarde is er gewoon niets bij. Om deze truc uit te halen heb je een toverstaf nodig. Of in ieder geval een lange viltstift. Stop hem in je mouw en knijp met het tweede uiteinde de fles naar de palm van je hand. Door de vorm van het Fanta-flesje is het helemaal niet moeilijk om te doen. Maar het ziet er zo indrukwekkend uit. En de volgende truc heet het vlindereffect. Ten eerste is het spectaculair en ten tweede, er komt een vlinder aan te pas. Een echte papieren vlinder. Teken een vlinder en knip hem uit papier. En een gewone nylon panty helpt haar bij het uittrekken. Trek een draad uit een panty. Maak het vast aan het lijf van de vlinder. Lijm het tweede uiteinde van de draad vast aan een föhn. Zet de föhn aan op de laagste snelheid en laat hem achter de schermen. Het bleek een geweldige videotruc te zijn voor je Insta-stories. Het is jammer dat mensen niet vliegen zoals vogels. Natuurlijk zouden deze woorden nooit gezegd worden door onze goochelaar. Een beetje magie. En het lichaam breekt los van de aarde en zweeft in de lucht. Er bestaan veel mythen over levitatie. Maar het belangrijkste geheim zit in de juiste voorbereiding van deze verbazingwekkende illusie. Wat gebeurt er werkelijk onder de satijnen lakens? Maak schoenen vast aan twee verbonden stokken. Je kunt plastic pijpen gebruiken. Houd de nepbenen parallel aan de vloer en begin geleidelijk te stijgen. Probeer je hoofd in een horizontale positie te houden. Het effect van de truc zal gewoon verbluffend zijn. Wedden met je vriend dat hij een paar glazen niet kan verbinden met een brug van drie messen? Het verplaatsen van de glazen is tegen de regels. De afstand tussen de glazen is groter dan de lengte van het mes. Dus op het eerste gezicht lijkt de opgave onmogelijk. In feite is het niet zo moeilijk. Je moet de messen op de glazen plaatsen en ze naar het midden richten. Voeg hun messen samen. Zo ondersteunen de messen elkaar. Controleer de sterkte van de constructie en zet een glas water op de messen. De hele opstelling gaf niet eens een kick. Het is ongelooflijk. Verras je vrienden met een prachtige illusie. Kijk, ik denk dat ik in een zwerm vlinders verander. Teken de contouren van deze gevleugelde schoonheden met witte verf. Schilder de ruimte eromheen zwart. Maak de grootste vlinder groen en verf de kleinere lila, blauw en rood. Teken de antenne en ga nog een keer over de contouren heen. Bedek de vleugels met kleine stippen. Plaats je hand op een zwarte achtergrond en omring het met de op papier getekende vlinders. Je kunt niet meteen zien waar de hand eindigt en waar de vlinders beginnen. Dat rozen scherpe doornen hebben, dat wisten we al. Maar dat je met een roos je mond kunt doorboren? Dat is nieuw voor ons. Doet het geen pijn? Nee, natuurlijk. Dit is maar een truc. Voor de truc heb je een kunstbloem nodig met een lange steel. Snijd twee kleine stukjes van de stengel af. Bevestig dubbelzijdige tape op een klein stukje. Plak het vast vanaf de buitenkant van de wang. Stop het grotere stuk in je mond. Plaats de roos op het juiste moment en choqueer je vrienden met een onverwacht optreden.
Voor de volgende truc heb je 2 munten nodig. Leg 1 munt plat op tafel. De tweede op de rand. Leg een lucifer op deze muntconstructie. En nu de belangrijkste truc. Breng een plastic rietje naar de lucifer en de lucifer begint te draaien. En waarom reageert het zo scherp op de verschijning van het rietje? Het geheim is dat het rietje van tevoren met een doek moet worden afgeveegd. En het effect van statische elektriciteit laat niet lang op zich wachten. De illusionist houdt een kaart met een roze cirkel vast. De hand maakt een magische beweging en de cirkel wordt blauw. Hoe is dit mogelijk? Dat zullen we je vertellen. Je hebt een stuk zacht plastic nodig. Trek de speelkaart over op plastic. Knip 2 kaarten uit. Plak er cirkels van verschillende kleuren op. Bevestig een strook dubbelzijdig tape op de palm van je rechterhand. Dek het af met je hand en vang de bovenste kaart op het plakband. Heel eenvoudig, maar een spectaculaire truc. Wat een heerlijke koekjes! Het zou zo geweldig zijn als ze nooit ophielden. Wauw, kunnen dromen echt zo snel uitkomen? Het geheim van het eeuwige koekje is een slim recept voor het bereiden van de truc. Je hebt een schuimrubberen spons nodig waar je een cirkel uitsnijdt en lichtjes kleurt. En een elastiekje. Snij een stuk van de spons af. Knip het elastiekje door. Bevestig het elastiek met een heet lijmpistool aan delen van de spons. Leg de bovenste helft achter de onderste helft, terwijl je doet alsof je op de yummy bijt. Breng er wat acteerwerk in en doe alsof je aan het kauwen bent. Leg het stuk terug op zijn plaats. Toeschouwers zullen zeker niet doorhebben wat er aan de hand is. Trek een kaart uit de kast en laat hem aan vrienden zien. Stop de kaart terug in het spel. Meng de kaarten. Leg ze op een mes en zwaai scherp. De gekozen kaart wordt plotseling aan het mes geregen. Hoe kan dit? Het geheim is vooraf een insnijding in de kaart te maken en dan het lemet van het mes er meesterlijk in te steken. En opdat de kaart op het juiste moment op de juiste plaats is, schud je het kaartspel, waarbij je de kaart aan de uiteinden niet aanraakt. De volgende, een zeer zoete truc. Giet een stokje suiker in je hand. Abracadabra. En de suiker verdwijnt. En in plaats daarvan verschijnt er een heerlijk snoepje op je handpalm. Je hebt een rubberen vinger, een snoepje en een suikerstaafje nodig. Bevestig de vinger en het snoepje met dubbelzijdige plakband op de palm van je hand. Giet de suiker uit in de holle vinger. Verwijder het dan discreet met je andere hand. Een zoet snoepje blijft in je hand. Het geheim is onthuld. En deze truc kan alleen gedaan worden door professionele tovenaars. Steek een stukje van een servet in brand. Het papier brandt op. En er verschijnt een bal in je hand. Het geheim is dat de bal van tevoren verstopt moet worden. Hou je handen alsof er niets in zit. De truc ziet er heel indrukwekkend uit. En nu nog een spectaculaire stunt met kaarten. Een spel kaarten rust op wat huishoudfolie. Verwijder de bovenste kaart. Dit is de harte koning. Leg hem in het midden van het spel. Op een absoluut onbegrijpelijke manier sijpelt de koning door de huishoudfolie heen en verschijnt aan de andere kant. Is dit het echte leven? Je hebt 2 identieke kaarten. Leg 1 van de koningen met de beeldzijde naar beneden. Dek af met huishoudfolie en vouw de randen van de kaart lichtjes om. Leg de rest van de kaarten erop. Til op. De koning kleeft aan de vershoudfolie en komt er dan spectaculair los van. En tenslotte nog een kaarttruc. Verwijder de bovenste kaart en leg hem in het midden van het kaartspel. Druk op de stapel kaarten en ze vliegen weg in verschillende richtingen. Maar de boer blijft op zijn plaats. De kaart zweeft in de lucht en gaat niet eens vallen. Voor deze truc heb je allemaal dezelfde kaarten nodig en een verendraad. Lijm de veer op 1 van de kaarten en bevestig deze aan de knoop van je shirt. Bedek de boer met het kaartspel waarin zich zijn tweelingkaart bevindt. Verspreid de kaarten met een behendige beweging. De pseudo-jack valt samen met het hele kaartspel op de grond. Spectaculair! Nu weet je waarom een papieren vlinder zweeft.
Je hebt een heel arsenaal aan kaarttrucs. Je hebt zelfs geleerd om delen van je lichaam te controleren met behulp van elastiekjes. Welke van deze trucs zou jij willen uitproberen? Laat het ons weten in de comments. Zet een like op deze video en abonneer je op ons kanaal. Snel! En zorg ervoor dat je op het belletje klikt om als eerste onze video's te bekijken.